Tja, en hiermee is onze uitzending alweer beëindigd. Hierna kunt u nog kijken naar het journaal en de nachtfilm van de AVRO, Under Fire, een aangrijpende film. Ik neem nu afscheid van u, wij zijn de woensdag weer. Tot ziens. Aanstaande woensdag krijg je meer bij Veronica. Om 5:00 de laatste Family Ties, waarin Mallory een stevig lesje krijgt van een oudere. Verbittering is de reden dat luchtmachtpiloot Buzz Warren wraak neemt en geheime informatie doorspeelt in Call to Glory. Om 6:30, mijn eerste keer. Kijken en meeleven met kinderen die hun eerste schooldag hebben. En steady om 7:00 op 1 met stip, Countdown. Om 9:00 vanaf het prettige Corsica, een muziekspecial met Piet Veerman. Na serieuzere zaken in Nieuwslijn om 10:50 het Surf en Strand Sportgala. Een compilatie van onder andere Jetski Racing, ATV Speedway en Kano Brandingvaren. En het kan niet op, tot besluit de Hitchhiker. Hij vertelt het verhaal van een juppie die verkeerde investeringen doet. Dus meer te zien aanstaande woensdag bij Veronica. Jonge dubbele granjenever. Zuiver en zacht. Milde smaak. Ja, Hooghout. Jonge dubbele granjenever. Hooghout. 100 jaar jong en oud. Hooghout. Uit Groningen. Best van de legendarische Sandy Coast. De beste en nieuwste songs op het fantastische CD. Little by Little, Capital Punishment en natuurlijk Sandy Coast. Rendezvous voor Only the Best. LP cassette en compact disc. Nu in de winkel. Voilà. Appelsientje met vruchtvlees, hè? Is je me nou? Chocotof is de chocoladetoffee waar je langer van geniet. Want Chocotof is chocoladetoffee van binnen en pure chocolade van buiten. Daar geniet je zelfs langer van dan je denkt. Chocotof van Codeur, dat is eindeloos lekker. Goedenavond. De Oostenrijkse president Waldheim heeft bij zijn bezoek aan Syrië de uitlevering gevraagd van een nazi-misdadiger. Het gaat om Alois Brunner, momenteel de meest gezochte nazi. Brunner woont in Syrië onder de naam Georg Fischer. Hij staat nummer 1 op de lijst van nazi-jager Simon Wiesenthal. Hij organiseerde de deportatie van Joden in landen als Frankrijk, Griekenland en Tsjechoslowakije. De Oostenrijkse president Waldheim is op tournee in het Midden-Oosten. Hier bezoekt hij soldaten van de vredesmacht in Israël. In Syrië drong hij bij president Assad aan op de uitlevering van Brunner. Vele landen hadden dat al eerder gedaan, maar vergeefs. Het verzoek van Waldheim is opmerkelijk. Zijn eigen rol in de Tweede Wereldoorlog staat nog altijd ter discussie. In Algerije zijn belangrijke politieke koppen gerold. Mohamed Messadia, de tweede man van Algerije, is ontslagen. En ook het hoofd van de militaire veiligheidsdienst, generaal Lakhel Ayat, is uit zijn functie gezet.
Hun ontslag heeft te maken met de onlusten van de afgelopen maand. De ontslagbrieven werden getekend door president Ben Yadid. Hij schuift daarmee twee belangrijke tegenstanders van zijn hervormingsplannen opzij. Die hervormingsplannen werden afgedwongen door de enorme rellen die op 3 en 4 oktober losbarsten. Studentenprotesten tegen slechte economische toestand in het land groeiden bijna uit tot een nationale opstand tegen het regime. Het leger moest bloedig ingrijpen om president Ben Yadid in het zadel te houden. Zeker 159 mensen kwamen daarbij om. En er wordt ook wel gesproken van 400 doden. Ben Yadid zag zich gedwongen hervormingen aan te kondigen. Daarover wordt volgende week een referendum gehouden. Overigens is het de vraag of de bevolking daar genoegen mee neemt. De hervormingsvoorstellen komen er namelijk alleen maar op neer dat de president zijn persoonlijke macht voortaan wil delen met zijn beste politieke vrienden. De Russische shuttle Buran, dat staat voor sneeuwstorm, blijft voorlopig aan de grond. Een paar seconden voor de geplande lancering ging het licht op rood. Eén van de lanceringsplatformen functioneerde niet. Het uitstel kwam als een verrassing. Voor de Russische kijker die het aftellen rechtstreeks op de televisie kon volgen, maar ook voor de autoriteiten. Los van de vele publiciteit is voor 20 miljard gulden in het evenbeeld van de Amerikaanse shuttle gestoken. De vluchtleider zocht dan ook naar een aannemelijke verklaring. Мы и при подготовке изделия предполагали или предполагаем в любом случае такое состояние, когда работа может быть и не выполнена. Техника, она достаточно сложная. И поэтому не исключены такие отказы, неисправности. De Buran moet dus nog even wachten met zijn onbemande testvlucht. Een vlucht die trouwens maar kort zou duren, 2 maal rond de aarde en binnen 3 uur weer thuis. Op volgende reizen moet de shuttle telkens satellieten in de ruimte brengen. Hoeveel vertraging de Buran heeft opgelopen is nog niet te zeggen. De Russen houden het op enkele dagen. De Engelse troonopvolger prins Charles schaf voor de Engelse televisie zijn ongezouten mening over moderne architectuur en stadsplanning. The London that slowly evolved after the Great Fire took about 300 years to build. It took about 15 years to destroy. What was rebuilt after the war has succeeded in wrecking London's skyline. Prins Charles legt de schuld bij de autoriteit, het bedrijfsleven en bij stadsplanners en architecten die hij verwijt geen visie te hebben. When did we lose our sense of vision? How could those in control become so out of step with so many Londoners who felt powerless to resist the destruction of their city? And there is no need for buildings just because they house computers and word processors to look like machines themselves. Tot slot de weersverwachting. Vannacht in de kustprovincies een minimumtemperatuur van rond het vriespunt. In het binnenland kan het plaatselijk 4 graden vriezen. Morgen overdag eerst periode met zon, later meer bewolking. In het noorden kan er mogelijk een bui vallen. In de middag wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goedenavond. Maandagavond, filmavond. Evenals vorig jaar brengt de AVRO een serie films op het scherm die 1 of meerdere Oscars kregen, de Oscarwinnaars. Op 14 november beginnen we met spektakel in Spartacus. 2 maandagavonden Kirk Douglas als Spartacus, aanvoerder van de slaven tegen de Romeinse onderdrukkers. In The Sting zijn Paul Newman en Robert Redford 2 kleine oplichters die een grote slag proberen te slaan. Uw Sinterklaasavond wordt een heerlijk avondje met Dustin Hoffman en Jessica Lange in Tootsie. Een vrolijke komedie waarin Dustin Hoffman, in het leven niet geslaagd als man, de rol van een vrouw aanneemt. Spraakmakend is de verfilming van het op waarheid gebaseerde verhaal The Killing Fields. Een Amerikaanse correspondent in Cambodja die zijn Aziatische vriend uit handen van de Rode Khmer probeert te krijgen. Een AVRO's Oscar-reeks wordt besloten met de nachtfilm True Grit met John Wayne in de hoofdrol. Maandagavond, filmavond, met de Oscar-winnaars. Natuurlijk bij de AVRO. Nederland 2, de AVRO. Goedenavond. Nou, u zag het, veel goede films hebben we voor u in het vooruitzicht. Maar ook voor vanavond hebben we, zei het wat eerder dan in uw programmablad staat vermeld, een heel spannende. Under Fire. Het is een film uit 1984, goedgekeurd voor 16 jaar en ouder. Richard, fotojournalist, en Claire, verslaggeefster, verblijven in het door de burgeroorlog verscheurde Nicaragua. Aan de ene kant de Sandinisten, aan de andere kant de aanhangers van Somoza.
Ze krijgen te maken met alle aspecten van een oorlog. Solidariteit, bedrog, diefstal en verraad. Bekende acteurs en actrices als Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy en Jean-Louis Trintignant, die spelen een hoofdrol in deze film Under Fire.